Leuk dat je kijkt naar alweer de vierde video deze week. Ook in deze video gaan we kijken naar wat er nou vandaag nog gebeurt op de beurs. We kijken een beetje naar de koersen, wat er is gebeurd met verschillende aandelen. Daar pakken we 3 nieuwsberichten bij trouwens. En verder gaan we ook in deze video kijken naar het aandeel Tesla. Dat heb ik gisteren al een beetje aangekondigd toen we het over autofabrikanten hadden in dat nieuwsbericht. Nou, vandaag gaan we dus dieper in op Tesla. En het is eigenlijk ook wel een mooie dag om Tesla in te behandelen, zeg maar. Dat zien we straks nog wel. Genoeg te behandelen dus. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. En voordat we beginnen met deze video wil ik ten eerste jullie allemaal bedanken. Alle abonnees, alle kijkers. Want gisteren was de dag dat ik 10.000 abonnees heb behaald. En ja, dat is toch wel weer een mijlpaal in mijn YouTube-historie, zeg maar. En normaal bedanken jullie mij altijd als ik een video heb gemaakt. Maar ik wil juist jullie ook bedanken, want zonder jullie zou ik het niet kunnen maken. Jullie feedback, jullie vragen zorgen ervoor dat ik al deze content, dat ik ideeën krijg. Dat ik weet waar vraag naar is, dus dat ik deze content kan maken. Dus ook zonder jullie zou dit kanaal niet zo zijn zoals het nu is. Dus nogmaals, allemaal bedankt. En nu op naar de 20.000 abonnees. En nou, daar kun je op 2 manieren mee helpen. Als je deze video aan het kijken bent, maar je bent nog geen abonnee, klik dan even hieronder op abonneren. Dan mis je ook nooit meer een video. Dat is altijd al leuk om te doen. En heb je nou nog mensen in je omgeving waarvan je denkt van die hebben iets aan de video's die ik op dit kanaal behandel? Geef dit kanaal dan een keer door aan hun. Vertel ze erover. Vertel wat jij eraan hebt gehad. Zo kunnen we natuurlijk niet alleen mijn kanaal laten groeien, maar is het waarschijnlijk ook beter voor de toekomst van die mensen, dat ze investeren in hun toekomst. En ja, dat is natuurlijk wel een heel erg leuk doel. Maar dat was niet het idee van deze video natuurlijk. In deze video willen we ten eerste het laatste nieuws gaan kijken. En als je een beetje naar mijn achtergrond kijkt, het is niet groen, het is niet rood, het is een beetje een gemengd gevoel vandaag. Europa staat namelijk zo'n beetje gemiddeld net in de plus. Sommigen staan eronder, sommigen staan erboven en zo stond eigenlijk ook de hele dag de AEX ervoor. Alleen de AEX staat op dit moment, toen ik die screenshot nam, om iets over 4 plus 2,5%. Dus dat is op zich best goed. Amerika zien we dat die is net geopend. Die staan zo'n 1,5 tot 2% in de min. Ja, en dat verklaart een beetje het gemengde beeld wat ik zo net al zei. Kijken we naar stijgers, dan zien we Unibail, Rodamco. Nou, dat is een vastgoedfonds dat heeft gezegd dat ze gewoon dividend kunnen blijven uitbetalen. Dus dat is wel belangrijk voor de investeerders natuurlijk. KPN hoeft zijn netwerk niet open te stellen voor concurrenten. Air France KLM profiteert van de overheid. Die heeft gezegd, het personeel is daar natuurlijk goed mee. Ze hoeven geen personeelsleden te ontslaan. Al die kosten worden van 90% vergoed en dat soort dingen. Dus dat is natuurlijk voor KLM al heel belangrijk. Want daar ligt bijna heel de luchtvaart wel stil. En natuurlijk Sligro in de plus vandaag. Want ja, gewoon particulieren. Die mogen nu ook gaan winkelen bij de Sligro. En bij de dalers zien we vandaag wederom Basicfit staan met 10% in de min. Geen idee, ook weer net zoals gisteren, waarom het is gedaald. Misschien zijn mensen nog steeds een denken van ze gaan heel veel omzet mislopen. Ik heb niet echt een concreet nieuwsbericht kunnen vinden hierom. Natuurlijk heeft het er wel mee te maken dat klanten gecompenseerd zullen gaan worden. Dat zal geld kosten. Maar ja, concreet nieuws heb ik niet. En dan even nog een mededeling voor de mensen die nog willen beginnen met beleggen. Als je die plannen nu al hebt en je wil bijvoorbeeld bij de Giro gaan beleggen, maak dan vast nu een account aan. De Giro merkt gewoon dat er heel veel vraag naar is, dat er heel veel interesse is in beleggen. Dus heel veel mensen willen een account aanmaken. En in sommige gevallen kan het soms tot wel 10 dagen duren voordat het is goedgekeurd. Hangt een beetje af van welke informatie je invult en of ze nog vragen nodig hebben. Dat soort dingen. Dus ben je toch al van plan? Vul dan in ieder geval nu vast je gegevens in. Maak alvast een account aan. Want tegen de tijd dat je dan iets wilt gaan kopen, ben je in ieder geval vast goedgekeurd. En kun je die aankoop dus ook doen. Dus wil je beginnen met beleggen? De Giro is de broker waar ik het meeste gebruik van maak. Ook een van mijn aanbevolen brokers. Nou, al die links naar aanbevolen brokers vind je trouwens onder deze video terug. Dus maak gebruik van die links om je eigen daaraan te melden. En zeker nu mijn kanaal groeit en ik 10.000 abonnees heb, heb ik natuurlijk wel een bereik. Dus ik wil ook een paar opmerkingen hierbij plaatsen. Ten eerste, als je gaat beginnen met beleggen, zorg voor een goede buffer. Ik heb daar al eerder in deze week een video besproken daarover. Ik zal hem hier trouwens even linken. Het is belangrijk dat je geld achter de hand hebt. Zeker in een situatie zoals nu, waar je eventueel inkomen kunt gaan missen. Dus zorg dat dat allemaal op zijn plaats is voordat je daarmee begint. Beleg ook alleen met geld dat je kunt missen en dat je ook de komende periode niet nodig hebt. Als je van plan bent een huis te gaan kopen, ga dan niet met dat geld nu beleggen, want het kan nog steeds minder waard worden. Dat is eigenlijk ook de derde opmerking die ik wil maken. We hebben nu al een flinke daling gehad. Historisch gezien gaan we altijd alweer stijgen. Ik verwacht dat ook. Het is geen garantie. Ik ben geen financieel adviseur. Dus houd ook rekening mee dat, ook al begin je nu met beleggen, je zo nog maar eens
tientallen procenten in de min zou kunnen gaan. En dat het dus waarschijnlijk nog wel een tijdje kan duren of misschien wel heel lang voordat je überhaupt in de plus komt. Maar dan even drie belangrijke nieuwsberichten van vandaag. Nou, de eerste was vannacht aangekondigd. De Europese Centrale Bank heeft 750 miljard euro een nieuw noodprogramma aangekondigd. Dat betekent dat de ECB weer schuldpapieren gaat opkopen van zowel landen als bedrijven. En die kunnen dan weer natuurlijk goedkoper lenen en daarmee kunnen ze natuurlijk weer investeren in hun land of in hun eigen bedrijf. Christine Lagarde heeft gezegd alles te doen wat mogelijk is voor ja, wat zij is toegestaan, zeg maar. En ze heeft eigenlijk geen limiet om de euro te helpen op welke manier dat ook maar mogelijk is. En dat is aan de ene kant natuurlijk goed, want de economie of landen, bedrijven wordt daarmee geholpen. En waarschijnlijk dus medewerkers ook wel. Aan de andere kant wordt natuurlijk weer heel veel geld bijgeprint. Het wordt niet letterlijk geprint, het zijn nulletjes en eentjes op een scherm, maar er komt heel veel nieuw geld bij in de economie. Dus dat is dan weer een beetje het nadeel hiervan. Een tweede belangrijk nieuwsbericht van vandaag was dat ondernemers een half jaar uitstel krijgen op aflossingen die ze moeten doen. Dus heb jij een gezond bedrijf en maximaal 2,5 miljoen euro geleend, dan kun je dus nu een half jaar uitstel krijgen op die betalingen erop. En dit helpt natuurlijk heel veel MKB-bedrijven die nu hard getroffen worden. En het is niet alleen zo dat bedrijven worden getroffen en ook geholpen op deze manier. Ook voor particulieren geldt dit. Want hypotheekbetalingen kunnen ook tijdelijk op een pauze gezet worden, gepauzeerd worden. En dit is natuurlijk ten eerste ook weer voor ondernemers, zoals heel veel ZZP'ers die nu getroffen worden en heel erg terugvallen in hun inkomen. Maar ook voor mensen die waarvan het inkomen misschien nu wel wegvalt. Nou, daar komen banken tegemoet. Het wordt per specifiek geval bekeken, zeg maar, hoe ze het gaan aanpakken. Er is nog geen algemene regel of geen algemene afspraken zijn erover. Maar ze komen in ieder geval wel deze mensen tegemoet. En voordat we gaan kijken naar het aandeel Tesla, wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk, interessant vinden en kan ik daar meer video's over maken. En je helpt natuurlijk het YouTube-kanaal. Meer mensen krijgen deze video te zien. En daar zijn natuurlijk ook meer mensen mee geholpen. En wil je zelf nog meer video's zien en je bent nog steeds geen lid van dit kanaal, abonneer je dan hieronder op het kanaal. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen, zodat je nooit meer een video mee. Maar zoals gezegd gaan we nu dus kijken naar het aandeel Tesla. Want Tesla, zoals de meeste van jullie wel weten, was mijn grootste positie en is het nog steeds de grootste positie, alleen het is een stukje minder groot geworden. En ik probeer natuurlijk zo onafhankelijk mogelijk te blijven, maar houd er rekening mee. Ja, ik ben natuurlijk Tesla aandeelhouder, ik heb een bepaald idee over de sector, waar het naartoe gaat. Dus dat komt natuurlijk altijd wel een beetje terug in deze video. Ik heb het geluk dat ik nog wel steeds in de plus sta met Tesla. Ook zeker vandaag, want het aandeel zelf staat ook weer goed in de plus. Maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat ik al lang Tesla aandeelhouder ben en mijn gemiddelde aankoopprijs van aandelen nog onder de $300 ligt. Dus dat is altijd wel een fijn punt om vanuit te gaan. Want gaan we nou even kijken naar de koers van Tesla, vooral de laatste tijd, of eigenlijk dit jaar dus. Dan zien we ten eerste dat Tesla deze maand al zowat gehalveerd is. Dit zijn trouwens gegevens tot en met gisteren. En over het hele jaar 2020 gezien staan we een verlies van 14%. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken, we zijn laag begonnen. We hebben in februari gepiekt boven de $900 of $950 zelfs, geloof ik. Ja, naderhand zijn we weer wat naar beneden gegaan. En ook gisteren was nog zo'n dag van een klapper van -16%, waar we uiteindelijk eindigden op $360. En waarom vind ik het dan nog steeds zo'n interessant aandeel? Zeker nou het zoveel naar beneden is gegaan. Misschien was het overgewaardeerd. En er komt natuurlijk heel veel concurrentie aan. Ja, maar dat zeggen ze natuurlijk al jaren. Er komt al jaren een Tesla-killer aan. Maar die is nog steeds niet op de markt. Dus natuurlijk zijn er wel auto's die misschien goedkoper zijn of een beter rijbereik hebben, maar de combinatie is er vaak nog niet. Je hebt misschien de Porsche Taycan, weet ik hoe je het moet noemen. Ja, die heeft misschien wel meer rijbereik, maar die is ook 2-3 keer zo duur als een Tesla. Dus dat is niet echt te vergelijken. Ik denk nog steeds dat Tesla in ieder geval in die combinatie een heel erg goed product aanbiedt. En Volkswagen heeft dan wel aangekondigd de komende tijd met 12 elektrische modellen te komen. Mercedes is hier volop mee bezig. Ze investeren hier veel in, maar dat gaat natuurlijk wel ten koste van hun winst. En dat zien we eigenlijk bij alle automakers, trouwens wel alle autofabrikanten. Ze maken heel veel kosten om hierin te investeren, terwijl het maar eigenlijk een heel klein gedeelte of nog geen echt gedeelte van de omzet uitmaakt, omdat ze nog geen modellen hebben of verkopen. Maar tegelijkertijd dalen wel de omzetten, ook de verkopen van deze merken nemen af. Er worden gewoon minder auto's verkocht, heb ik gisteren ook verteld. In februari, dus vorige maand, was dat -7% aan het aantal autoverkopen. Dus ja, de omzet neemt af. Het aantal verkopen neemt af, dus de winst neemt op die manier natuurlijk nog harder af. En dat is eigenlijk ook meteen de reden waarom ik wel in Tesla geloof. Want alles wat ik zojuist heb opgenoemd is precies andersom bij Tesla. Want Tesla groeit de laatste tijd flink. Niet alleen
het aandeel, de koers, maar ook de productie van hun, die verdubbelde regelmatig. Ja, dat is natuurlijk logisch, want het zijn kleinere aantallen. Je kunt het misschien qua aantallen dus niet vergelijken met Volkswagen of Toyota, maar zit in ieder geval wel flinke groei bij Tesla. Tesla zegt ook niet dat ze de komende tijd zoals Volkswagen met 12 nieuwe modellen uitkomen. Ja, ze hebben al best veel aangekondigd, de Model Y, de Semi, de truck zeg maar, of de Cybertruck in dat specifieke geval, maar dat is echt maar de komende jaren allemaal. Elk jaar komt er misschien een nieuw model uit. Eigenlijk focussen ze gewoon heel erg veel op bestaande modellen. De S, die is eigenlijk al wel een beetje verouderd, zou ik het bijna niet willen noemen, maar in ieder geval de Model 3 is nieuw. Dit jaar is de Model Y, volgend jaar komt er weer iets anders. En eigenlijk maken ze dus een product, proberen ze zoveel mogelijk focus daarop te leggen om te zorgen dat die auto gewoon heel erg goed is en die aan te bieden. En het blijkt gewoon dat er heel erg veel vraag naar is. Een ander voordeel voor Tesla is natuurlijk al dat ze volledig elektrisch zijn. Ze hebben geen verbrandingsmotoren in auto's liggen. Dat is iets waar andere fabrikanten nog wel mee te maken hebben. Die hebben nog productielijnen, fabrieken. Die moeten misschien nog investeringen doen om dat draaiende te houden. Ondertussen moeten ze investeren dus om die omschakeling te maken. En dat moet ook op tijd gebeuren, want na 2025 of 2030 mogen in heel veel landen al geen verbrandingsmotoren meer in auto's worden verkocht, zeg maar. En als dat wel gebeurt en je hebt te veel uitstoot, krijg je juist weer boetes. Nou, daar heeft Tesla allemaal niet mee te maken. Tesla betaalt ook geen dividend. Dat komt aan de ene kant omdat ze geen winst, of niet, wel niet heel veel winst maken. Niet op jaarbasis, wel op kwartaal, maar op het hele jaar nog niet. Dat komt natuurlijk ook weer omdat ze vooral investeren in hun eigen onderneming, in de groei van hun. Terwijl juist andere autofabrikanten wel dividend betalen, gemiddeld zo'n 30-50% van de winst. Nou, de winst neemt al af de laatste jaren bij die merken. Maar als je dan ook nog eens 30-50% van die winst gaat uitbetalen, kun je dat dus niet investeren in jouw toekomst van je bedrijf. Dus ze willen vooral met die dividend investeerders tevreden houden in plaats van dat ze volop kunnen investeren in de toekomst. En waar deze automerken ook veel geld aan uitgeven is advertentiekosten. Heel veel automerken geven daar letterlijk miljarden dollars per jaar aan uit. Zo'n 4 tot 6 miljard dollar voor die grote autofabrikanten. En Tesla doet dat niet. Die automerken hebben die advertenties nodig om auto's te verkopen, om onder de aandacht te brengen, terwijl op een of andere manier Tesla altijd wel in het nieuws komt. En voor dat bedrag, die 4 tot 6 miljard, kun je ook makkelijk een gigafactory bouwen. Nou, dat is dus echt een investering in de toekomst. En dat zijn dingen die dus Tesla wel doet. En nou klinkt het misschien wel een beetje als een verkooppraatje. Zoals gezegd, ik ben natuurlijk wel Tesla aandeelhouder. Dus laten we ook een paar statistieken of cijfers erbij pakken. En dan specifiek op de cash die ze hebben en de schulden. En dit zijn trouwens informatie of screenshots die komen van Hyperchange en het YouTube kanaal EV Channel. En ook daarvan zal ik trouwens links onder deze video plaatsen. In deze screenshot zien we dus verschillende grote autofabrikanten ter wereld. Van Toyota, GM, Volkswagen, Daimler, Ford, BMW en uiteindelijk ook Tesla. En dan zien we eigenlijk in de eerste rij met getallen de hoeveelheid geld die ze cash zeg maar hebben. Nou, Tesla heeft daar zeker niet het meeste. Ze hebben zelfs het laagste bedrag, 8,3 miljard. En het meeste zit bij Toyota met 55 miljard. Dus Tesla heeft zeker niet het meeste geld achter de hand. Maar dat is op zich geen groot probleem, want als je het gaat afzetten tegen de debt, de schuld die ze hebben, die is maar 13,4 miljard. Terwijl bij juist die andere automerken het oploopt van zeg maar 100 miljard tot 222 miljard bij Volkswagen. En daaronderaan zie je ook zeg maar de ratio tussen deze twee. Tesla heeft maar 1,6 keer zoveel schuld als dat ze geld achter de hand hebben. Terwijl bij andere automerken dit zelfs oploopt tot 6 keer de hoeveelheid geld dat ze achter de hand hebben. In het geval van Daimler. Dus Tesla heeft zo'n 8 miljard dollar cash. Nou, dat is op zich een best mooi bedrag, maar het ligt er ook een beetje aan hoeveel geld je opmaakt elk kwartaal. Als we daarnaar kijken, dan zien we dat bij Tesla zo'n 1,1 miljard per kwartaal is. Dus Tesla heeft nog genoeg geld om een paar kwartalen of meerdere kwartalen gewoon makkelijk alles te kunnen betalen. En dat is trouwens ook de reden dat vandaag het aandeel bijna 20% piekte toen het open ging op de beurs. Morgan Stanley heeft het namelijk ook in een analyse bijgewerkt. En ze zeggen ook, Tesla heeft genoeg geld achter de hand of kan makkelijk aan geld komen bij investeerders om makkelijk deze crisis te overleven. En natuurlijk wordt hier in dit nieuwsbericht de andere autofabrikanten niet genoemd, maar die hebben natuurlijk een veel moeilijkere positie. Ze hebben aan de ene kant wel veel geld achter de hand,
Maar ze hebben ook veel meer fabrieken, mensen werken, veel meer kosten. Ik heb het niet specifiek per merk uitgezocht hoeveel de kosten daar zijn. Maar het is natuurlijk een veel lastigere positie. Zeker nu ze natuurlijk tegenvallende verkoop hebben. De omzetten vallen terug, de kosten zijn nog hoog. En ze moeten tegelijkertijd eigenlijk investeren. En daarom lijken mij die andere autofabrikanten minder interessant. Terwijl Tesla juist een heel erg interessant aandeel is. Maar ja, zoals gezegd, dat is mijn mening. Ik ben ook erg benieuwd naar wat jullie ervan denken. Laat dat zeker weten in de reacties onder deze video. Wat denk jij van Tesla? Of wat denk jij van de andere automerken? Of de combinatie van beide, hoe kijk je tegen alles aan? Laat dat eens weten in de reacties onder deze video. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken natuurlijk weer. Vind je het nou een leuke, interessante video? Zoals gezegd, geef even een duimpje omhoog. Daarmee help je mij. Ik weet wat jullie interessant vinden. Ik kan daar meer video's over maken. En je helpt op die manier het YouTube kanaal. En morgen maak ik weer een nieuwe video. Wederom ga ik dan het laatste nieuws behandelen. Maar we gaan ook kijken naar hoe je aandelen moet verkopen of kunt verkopen. We focussen natuurlijk altijd op de lange termijn, dus we zijn vooral bezig met aandelen kopen. Maar ik krijg ook steeds meer vragen van kijkers van hoe moet ik dan aandelen verkopen? Nou, daar gaan we dus morgen naar kijken. En wil je die video natuurlijk niet missen en je bent nog geen lid van het kanaal, klik dan hieronder om te abonneren. Klik op bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je dus graag in de volgende video terug.